penvissen op karper in een nieuwe omgeving. Dat betekent zoeken, zoeken, zoeken en hopen dat je vis spot. Hier zitten ze zeker. Alleen dit is niet mijn type water. Ik ga verder zoeken. Dit lijkt er al meer op. Alleen loopt er een weg langs die het onaantrekkelijk maakt. Dit mag je gerust een droomstek noemen. Alleen, op droomstekken zit meestal geen vis. Maar ik ga het wel uitproberen hier. Ik heb dit water een uurtje geobserveerd, maar geen teken van karper. Misschien is het gewoon te ondiep. Ik ga verder zoeken. Dit heeft potentieel. Hier ga ik het zeker een keer proberen. Hier moet ik een keer een pennetje laten zakken. Hier wordt op me gewacht. Overal bubbels. De natuur komt langzaam tot leven. Terwijl ik me afvraag of dit niet gewoon om 11 uur gekund had. Tijd voor de eerste pensessie in mijn nieuwe woonomgeving. Het zonnetje is onderweg. Hier moet het gaan gebeuren. Even checken of ik niks vergeten ben. Engel met molen. Check. Landingsnet. Check. Blokvoer. Check. Aas. Check. Onthakingsmat. Check. Pennetjes, loodjes en de rest van de zooi. Daar staat hij. Klaar voor actie. Het is 5:15. Het is 6:10 en ik heb vis op mijn stek. Ik zie belletjes. Daar word ik blij van. 6:15. En daar komt het zonnetje. Het wordt een mooie dag. Ik heb op 3 plekken gevoerd en op alle 3 de plekken is er activiteit. Ik was er al bang voor. Brasem. Normaal ben ik er blij mee. Nu ook wel. Maar een klein beetje minder blij dan normaal. Want ik zit hier om karper te vangen. Ik ben benieuwd of ze ertussen zitten hier. Na die brasem was het meteen voorbij. Op alle 3 mijn stekjes. Geen bubbeltje meer. En ook geen beet meer gezien. Ik ga nog even naar een ander watertje. Dat is hier hetzelfde liedje. Alleen een maatje groter. Hij mag vlug terug. Dit komt al meer in de richting. Maar het is nog steeds geen karper. Doorzetten. Ik heb het nog 2 uurtjes geprobeerd. Maar geen spoor van karper gezien. Ik zal verder moeten gaan zoeken. Ik heb nog geen karper kunnen spotten hier in de omgeving. Ondanks dat het voorjaar is. Ik heb zo'n gevoel dat ik de paai gemist heb. Zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Ik ga maar verder op intuïtie. Mooi gekleurde vis.
Van net 50. En weer een 50er. 54 centimeter deze keer. Op mijn middelste voerstrekje miechelt het van de vis. Vooral voren en af en toe een brasem zoals deze. Dus ik weet eigenlijk niet of ik blijf. Ik denk dat ik maar in ga pakken, want de karper laat zich niet zien en ook zeilt niet. Ja, ik pak in. Ik wilde zeggen... Wat een wilde jongen. Dan probeer ik het vanavond nog een keer. Want het is erg warm geworden. En vanavond als de zon wat gaat zakken, dan is het misschien beter. Het is inmiddels 1:08. Ik ben terug aan de waterkant. Het is nog steeds erg warm. Nou, ik probeer het nog even. 1 uurtje of 2. En in ieder geval zolang ik mijn pen nog kan zien. Het is niet te geloven. Ik ben 10 minuten hier. Ik krijg een wegloper uit het boekje. Maar ja, het bleek het brasemboekje te zijn. Geen teken van karper nog steeds. Het is 9 uur en ik kan geen brasem meer zien. Ik ga ze ook niet meer filmen, tenzij ze groter zijn dan 65 centimeter. Ik kan mijn pennetje nog steeds zien, maar veel vertrouwen heb ik er niet meer in. Ik heb mijn best gedaan, maar het is niet gelukt. Het valt niet mee in mijn nieuwe woonplaats. Ik probeer het nog 1 keer 's ochtends vroeg. En als het niks is, ja, dan zal ik toch echt weer een andere stek moeten gaan zoeken. Ik haat vroeg opstaan. Het is dan ook weer niet gelukt. Ik zit wel om 5:30 aan de waterkant. Alleen 5:30 s'avonds dan. Voor de zekerheid heb ik een paar dagen gevoerd. Want het wordt nou toch echt tijd om eens wat te gaan vangen hier. Op mijn nieuwe stek. In mijn nieuwe woonplaats. Prachtig vis weer. Met een heerlijke stevige bries. En dan binnen een 30 minuten deze karper. Nog geen brasem gezien. Prachtige vis, spiegel. Dus goede start. Ik ben benieuwd wat de avond nog verder gaat brengen. Deze mooie vis mag terug. Het is inmiddels 8 uur en ik heb de afgelopen 2 uur niks meer gezien. Er is een koude wind opgestoken, dus erg lekker vissen is het niet zo. Ik denk dat ik de volgende keer toch maar eens een keer voorop sta. Gisteravond zat ik om 11 uur nog in de tuin. En nu zit ik hier te vernikkelen in een ijskoude wind. Ik heb het zo koud dat ik een plastic zak onder mijn jas heb gestopt. Ik nog hem mee. Ik ben nog niet gek. Ja hoor, het is gelukt. 5:30 ochtends en ik ben aan de waterkant. 1/2 uurtje later en nog niks gezien. Het is 9:30 en behalve 2 brasems heb ik niks gezien. Die spiegel moet een toevalstreffer geweest zijn. Ik ga op zoek naar een andere stek.